Hey, en wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video heb ik voor jullie een perspakketjes unboxing. En dat heb ik al super lang niet meer gedaan. Maar het leek me heel erg leuk om dit weer een keertje te doen. Ik heb een paar perspakketjes opgestapeld. En die ga ik vandaag aan jullie laten zien. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, vergeet je dan zeker niet te abonneren op de rode button hier beneden. En vergeet ook niet het belletje aan te zetten, zodat je een melding krijgt van alle nieuwe video's. Ik probeer een beetje op een manier alle pakketjes in beeld te krijgen, maar het lukt gewoon niet. Het zijn dus best wel heel erg veel pakketjes. En ik ga lekker beginnen met de eerste. We hebben hier als allereerst de eerste doos. En in deze doos zit nog weer een doos. En dat is een doos van Nivea. En dit is een hele mooie blauwe doos. En ze vroegen al via de mail om een huidtype. Dus ik heb zo'n vermoeden, want ik heb wel vaker producten van Nivea, dat de kleur is vanwege mijn huidtype. Want Nivea heeft natuurlijk blauw, roze en paars, geloof ik. En even kijken. Er zit een briefje bij. Yes, ik heb een briefje voor de normale huid. Dus ik denk dat ze producten voor de normale huid hebben opgestuurd. Hier zitten dus drie producten in. Eens even kijken. Dit is een hydraterende reinigingsolie voor gezicht en ogen. Oh, er staat ook echt mijn naam op. Super grappig. Oh, dat vind ik echt heel erg leuk. En ik heb dus, even kijken, nog twee andere. Ik heb dus ook nog een... Even kijken, volgens mij zijn het drie dezelfde producten, maar dan voor drie verschillende huidtypes. Dit is voor de normale huid. Dit is dus een hydraterende reinigingsolie. Die paars is voor de gevoelige huid en dat is dus een verzachtende reinigingsolie. En de roze is voor de droge huid en dat is dus de voedende reinigingsolie. En hier staat dus op, dit is een olie naar melkformule. Ik heb de reinigingsmelk van Nivea wel vaker gebruikt en die vind ik altijd echt heel erg fijn. Maar dit is dus een reinigings... Nou, niet echt melk, maar van olie naar melk. Dus ik ben hier super benieuwd naar. Er staat ook bij, je hebt geen wattenschijfje nodig, verzorgende reiniging en make-up remover. Yes, ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Ik heb er ook nog een persbericht bij en daar staan zo te zien ook nog de prijzen op. De adviesverkoopprijs is €9,99. Dan heb ik hier het volgende pakketje. Kijk nou hoe leuk dit eruit ziet. Er zitten echt bloemetjes bij en dit is denk ik een soort geurzakje of zo. Ja, dit ruikt heel sterk. Heel leuk. Echt, dit ziet er super leuk uit. Maar gaat het om dit product van Dermasense? Ja, volgens mij spreek ik het goed uit. De Vital Forte Care Cream for Dry and Irritated Skin. Het is een verzorgingscreme voor een geïrriteerde en droge huid. Er zat ook nog een briefje bij. En volgens mij is het een compleet nieuw product als ik het zo goed begrijp. Dit is dus de tube. En het is dus een crème voor een geïrriteerde en droge huid. Voor face en body. Yes. Dus het kan voor zowel je gezicht als je lichaam. Yes, ik ben hier super benieuwd naar. En ik vind het er zo leuk uitzien. Echt, ja, I love zulke perspakketjes die er gewoon super leuk uitzien. Dan heb ik ook nog heel erg veel producten van Ideal of Sweden. En ja, daar heb ik meerdere van. Als het goed is heb ik vier producten. Ik heb nu ook gelijk heel erg veel boekjes. Ik vind deze boekjes super leuk om te kijken, want hier zit een complete collectie in. En dat is altijd best wel veel, dus ik vind het altijd wel heel erg leuk om in te kijken. Maar Ideal of Sweden is dus een merk met allemaal hoesjes voor je telefoon. Maar ook andere producten. Ze hebben draadloze laders, tasjes. Ze hebben nu ook steeds meer dingen qua portemonnees en dergelijke. En ja, ik heb nu iets compleet nieuws. En het zit dus in deze fluwelen tas. En het ziet er zo leuk en luxe uit. En dit is dus een soort, ja, ik weet niet of ze het echt een clutch noemen. Of ik weet eigenlijk niet hoe ze het op de site noemen. Maar dit is dus hoe het eruit ziet. Je kan het echt voor meerdere dingen gebruiken. Je kan het dus gebruiken als een clutch, want er zit dus zo'n hengsel aan. Maar hij is super mooi. Hij is echt mooi zwart met gouden details. En hij is super stevig, super mooi. En aan de achterkant heb je hier nog een rit zitten. En het is, hij is ook best wel gevoerd aan de binnenkant, zeg maar. Dus hij voelt echt wel kwalitatief super goed aan. Ik vind hem echt heel mooi. Echt heel tof. Maar dit kan je dus ook gewoon als een soort etui of zo nog weer in je tas of zo gebruiken. Maar ik heb nog meer producten. Ik vind Ideal of Sweden echt super mooie hoesjes hebben. Volgens mij zijn ze wel heel erg gefocust op de iPhone modellen. Maar volgens mij hebben ze ook wel iets van Samsung. En ik weet niet of ze heel veel andere merken hebben. Het is wel voornamelijk gefocust op iPhone. Ik heb zelf dus ook een iPhone. En ik heb dus meerdere hoesjes binnen.
Ik heb twee normale hoesjes, maar die zijn wel van een limited edition. Dit is de limited edition in combinatie met Sylvie Meis. En ik heb gekozen voor deze. Dit is dus een heel erg mooi zwart hoesje. Maar ik heb ook deze. En deze is een combinatie met Naked. En je ziet het eigenlijk al aan het doosje welke ik heb gekozen. Dat is namelijk deze. Dit is met super mooi paars en zo. Ik vind deze ook echt heel tof. Ja, ik vind het heel erg leuk. En ik vind het ook heel erg leuk hoe het nu verpakt wordt. Volgens mij had Ideal Sweden het eerst niet zo op deze manier verpakt. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Maar ja, dit ziet er toch super leuk en luxe uit. Mag op zich ook wel voor die prijs hoor, want het is niet extreem goedkoop of zo. En ik heb nog deze. Dit is de Kensington Clutch. Die heb ik ook in het zwart. En ja, je kan deze zelfs openklappen. En dan zie je nog de producten waarmee je, waarmee je het kan combineren. En nou ja, daar kwam die al uit. Hier zit dus een clutch in. Kijk, dit is dus ook weer zo'n kleine clutch. Het is dus met een schouderhengsel. Dus die kan je helemaal crossbody doen of aan één schouder. En ik heb dus voor zwart gekozen. Dan heb je hier nog weer groot het logo. En dit is dan direct eigenlijk de sluiting. En dan kan je hem openmaken. En dan is dit je hoesje. Hier zie je dus een gedeelte waar je telefoon in kan doen en een deel voor je pasjes. En alle Ideal of Sweden hoesjes die plakken hier zeg maar op omdat het magnetisch is. Je krijgt er trouwens standaard een zwart hoesje bij. Die heb ik nu eventjes niet. Want toen ik wist dat dit pakketje binnenkwam, wou ik deze clutch gewoon direct gebruiken. Dus dat zwarte hoesje heb ik nu even niet. Want je kan hem namelijk combineren met je eigen Ideal of Sweden hoesjes. Ik heb nu bijvoorbeeld deze witte en die kan er gewoon in. Die kan er dus gewoon zo magnetisch in en dan blijft hij gewoon zitten. Dus dit is echt super handig voor als je niet heel erg veel mee wil. Mocht je trouwens iets willen bestellen bij Ideal of Sweden, ik heb standaard een kortingscode van 20% korting bij hun. Dus die zal ik even in de beschrijving hieronder deze video zetten. Dan heb ik hier de volgende twee pakketjes. En deze zijn van Pink Jellac. Dit is eigenlijk een perspakketje van Pink Jellac. En dit heb ik zelf besteld omdat ik gewoon zo'n enorme fan ben. Dit perspakketje heb ik eigenlijk al een tijdje geleden gekregen. Al best wel lang geleden. Maar volgens mij heb ik het nog niet laten zien op mijn YouTube kanaal. Maar dit zijn dus drie kleuren. Deze kleuren die bestonden al wel in hun collectie. Maar ze hebben dus nu een nieuwe verpakking. Dus die nieuwe verpakking hebben ze eigenlijk ook al wel een tijdje. Ja, ziet er even iets anders uit. Maar dit zijn drie kleuren die eigenlijk al in het standaard assortiment zitten. Maar ik heb nog vier andere kleurtjes. Maar zoals ik zei, heb ik zelf ook een bestelling geplaatst. Ik ben dus oprecht gewoon zo'n fan dat ik zelf dus een bestelling heb geplaatst. De allereerste keer heb ik het opgestuurd gekregen. En toen heb ik het gebruikt en toen was ik oprecht fan. En ik heb nu één kleurtje helemaal opgemaakt, omdat ik die gewoon zo mooi vind. En ja, die gebruik ik al gewoon zo lang. En iedere twee weken doe ik mijn manicure zeg maar weer opnieuw met gel lak. En ik gebruik eigenlijk één kleurtje standaard het liefst. Dus ik heb weer wat nieuwe kleurtjes besteld. Want dat kleurtje was echt een nude kleurtje. En ik had nog allemaal felle kleurtjes gekregen. Maar ja, die felle kleurtjes, ja, dat is eerlijk gezegd niet wat voor mij. Dus ik heb allemaal nude kleuren besteld. Dit is trouwens de oude verpakking en het kleurtje die ik helemaal op heb gemaakt. Dit is de kleur 166 Vintage Nude. Als je mij ooit een nude nagellak hebt zien dragen, dan is het absoluut deze geweest. Maar ik heb dus vier nieuwe kleuren besteld. Ik heb hier de kleur 110 Mystic en dat is de kleur die ik nu op heb. Dit is een wat donkere kleur, een beetje wat meer bruin, maar ook wel een beetje nude-achtig. Dan heb ik hier de kleur 154 Nude Beige. We hebben hier 105 Blush Orange en we hebben hier 251 Nude Pink. Zoals je ziet, allemaal super super nude en ze lijken heel erg veel op elkaar. Die zitten aan de buitenkant van de verpakking. Maar ja, I love nude. Ik vind het gewoon zo mooi op je nagels. Dus ik dacht, weet je, ik bestelde gewoon lekker vier. En ik bestelde ook nog deze, want deze was op. Dit is de Pink Jellac Pink Cleaner. Dus ja, dit is dus niet echt een perspakketje, maar ik vond het wel gewoon leuk om te laten zien. Want het ene pakketje was dus wel een perspakketje, maar uiteindelijk heb ik het zelf besteld. Dus ik dacht, ja, weet je, kan dit goed ook in deze video. Dan heb ik hier weer het volgende pakketje. En dit is weer een groot doosje. En dit zit er in het doosje. Nog weer een doosje. En daar staat op, a gift for you. Met een strikje. En hierin zit een product van Van Laurie. Oh, dit is echt super leuk. Dit zijn nieuwe producten van Van Laurie. En ik ben naar dit event geweest van Van Laurie best wel lang geleden. Ik denk in mei of juni of zo. En het was echt een super leuk event. En Van Laurie is dus een merk met gezichtsmaskers. Ik was bij de lancering van het merk. Zal het foto's in beeld poppen of wat Instagram stories of iets dergelijks. Volg me trouwens op Instagram, @makemeblushchanel. Dan mis je zulke soort dingen niet. Maar daar hebben ze een gezichtsmasker gelanceerd. En dat gezichtsmasker was op basis van poedertjes. En die kun je dan zelf zeg maar maken. En oh,
Zo'n fijn masker is dat. En nu ik dit pakketje krijg, besef ik me een beetje dat ik het niet heel erg onder de aandacht heb gebracht op mijn YouTube kanaal. Ik heb het wel nog een keertje op mijn blog behandeld, maar niet echt een hele uitgebreide review van een product. Dus laat me even weten of je van het vorige masker een super uitgebreide review wil hebben. Want ja, ik heb eigenlijk alle productfoto's, dus ik zou het wel kunnen plaatsen. Trouwens, toelichting erop. Ja, mijn blog kost gewoon echt enorm veel tijd. En ik wil nu gewoon een beetje kiezen wat ik wil doen. Bloggen of YouTube. En ik heb voor nu een beetje gekozen om meer te focussen op YouTube. Het betekent niet dat ik ga stoppen met mijn blog. Want af en toe zal er echt nog iets tevoorschijn komen. Maar de focus ligt gewoon heel erg op YouTube. Dus ik heb die maskertjes gewoon nog niet echt behandeld. Maar dit zijn in ieder geval nieuwe maskertjes. Dit zijn dus, ik denk, gewone gezichtsmaskers. Het zijn dus in ieder geval twee soorten. We hebben hier een gouden en een zilveren. De zilveren is dus een whitening en de gouden is dus een nourishing en hydrating. En volgens mij, als ik de achterkant zo bekijk, zijn het gewoon een sheet masks. Dat zijn die andere dus niet. Die andere moet je echt zeg maar aanbrengen met een, ja, met een kwast, een spatel of wat dan ook. Ja, hier zit dus één masker in. Ik heb hier ook nog allemaal kaartjes. Ik heb hier een gewoon kaartje. Hier zit op Enjoy Your Day with Van Laurie Mask. En dit gaat meer over de maskertjes. Ja, er zit allemaal info over bij de maskertjes. En hier zit nog eventjes in het kort. Een sheet mask inderdaad. Je ervaart een kwalitatief hoogwaardig intensieve gezichtsbehandeling. Het resultaat is een frisse, gezonde en stralende huid. Yes, ik ben hier super benieuwd naar. Ik hou echt van sheet masks. Dus we gaan het gewoon zien. We gaan het gewoon uitproberen. En ik heb nu laatst, als het goed is die video al online gekomen. Ik moet nog even een beetje kijken met de planning van mijn video's. Heb ik een weekvlog geplaatst. En misschien is het wel leuk om zulke soort dingen in de weekvlog te behandelen. Want ja, ik vind het lastig om dit in een gewone video te verwerken. Maar ik wil jullie wel natuurlijk laten weten of het nou bevalt of niet. Dus misschien is het leuk om in een toekomstige weekvlog zulke soort maskertjes een keertje te testen en te kijken. Ja, hoe goed het werkt of niet. Dus laat me even weten of je dat leuk vindt of niet. En dit waren dus alweer alle pakketjes voor deze keer. Ik verwacht nog weer een aantal nieuwe pakketjes. Dus mocht je dit leuk vinden om te zien, laat het zeker even weten door middel van een reactie achter te laten onder deze video. Want misschien wil ik dit dan wel weer vaker doen. Want ja, ik heb het al best wel een lang tijdje niet meer gedaan, zoals ik zei. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Zo ja, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal of de rode button hier beneden. En dan zie ik je natuurlijk heel graag de volgende keer weer. Doei!